Ja, hebben jullie gezien? Dat WNL op zondag. Och, wat gebeurt daar dan toch allemaal weer, hè? Die Wilders, hè? Ja, ik heb het nooit vaak over hem, maar ja, en waarom zou ik... Ja, ik zou persoonlijk, zou ik niet op Wilders stemmen, want ja, ik vind dan dat hij net iets te ver gaat soms, hè. Dat hij dan bijvoorbeeld iemand een gestoorde gek noemt of zo, weet je wel. Dat gaat mij dan weer net, weet je, dat is net te veel. Ja, maar ik moet wel heel vaak heel erg om hem lachen, zeker in de Kamer. En hij is natuurlijk heel erg goed in het debat. En hij heeft ook vaak een punt waarvan ik denk, ja, daar heeft hij gewoon gelijk. En zo zit Wilders in mijn leven. Maar nu kwam hij op tv. Hij gaat daar bijna nooit naartoe, want hij heeft geen zin in interviews en noem maar op. En hij heeft hij misschien wel gelijk in. Dus hij gaat er dan een keer naartoe, naar dat WNL. En daar zit dan één meneer Niemann, Rick Niemann. Nou, het zegt mij niet veel, maar een of andere gewoon een hele brave journaallezer geweest in zijn leven. En die mag nou zo'n talkshowtje doen. Nou, en die gaat me daar een beetje uit de hoogte zitten doen, vrienden. Zo'n meneer Niemann tegen Wilders. Die Wilders die vertelt gewoon over asiel en dit en dat. En die is natuurlijk heel erg op de hoogte met dat hele onderwerp. Want ja, daar draait zijn partij voor een groot gedeelte op. En ja, en dan gaat zo'n man een beetje van, ja, maar u denkt toch, meneer Wilders, dat u, als u dit of dat doet, dat u dan in de regering komt. Want dan hebben die mensen, maar op een toontje ook. Dat weer dat dédain, dat bijna grachtengordelachtige, misselijkmakende geneuzel van dat soort mensen. Wat kan ik dat toch slecht verdragen, vrienden? En die Wilders, die daar dus, als ik Wilders was geweest, had ik al lang een keer tegen ook de gezichtsuitdrukking, hè, van die Niemann. En zo van, ja, kleed jij maar raak. Weet je, dat werk. Nou ja, werkelijk. Het was te stuitend voor woorden. Vrienden, ja, want de heer Wilders, waarom zou je hem zo behandelen? Tweede Partij van Nederland, doe even normaal. Ja, hey, meneer Niemann. En die Wilders, die had misschien al lang een keer moeten zeggen, hey, hou er eens mee op, idioot. Dat had hij van mij wel mogen zeggen. En dat was misschien ook wel iets te ver gegaan, maar dat had ik goed gevonden. Ja, hey, meneer Niemann, het is niet voor niks dat iedereen altijd zegt en mij ook altijd schrijft, NPO 66.